En twee van onze patiënten zijn richting dat hek gerend en zijn uiteindelijk ontrokken aan de kliniek. De Pompenkliniek in Nijmegen gaat een onderzoek starten naar de ontsnapping van twee TBS'ers. Tweetal wist met hulp van buitenaf te ontsnappen. Dinsdagavond, 8:15, een aantal patiënten hadden terreinverlof op het voetbalveld bij ons achter. Op dat moment is er iemand achter bij het hek gekomen, heeft een slijptol genomen, heeft daar het hek gaan slijpen. En twee van onze patiënten zijn richting dat hek gerend en zijn uiteindelijk ontrokken aan de kliniek. Verder zijn er voorlopig een aantal beperkende maatregelen genomen voor de cliënten vanwege ontsnappingsgevaar.